Het is maandag en het is eindelijk tijd voor weer een normale vlog. De afgelopen week zat ik alleen maar in de sneeuw. Dat zal deze week waarschijnlijk niet gebeuren. Ik heb nog geen plannen en ik verwacht ook niet dat die er gaan komen. Ik heb net even lekker sushi gehaald bij de Albert Heijn. Dus na 12 dagen geen sushi vind ik dat heel fijn. Eigenlijk vind ik sushi altijd fijn, maar na 12 dagen geen sushi is helemaal fijn. En dit is wat ik nu heel eventjes ga doen tijdens het eten van de sushi. Casey's vlog kijken. Ik heb er nog 9 te goed. En ondertussen ben ik bezig met het editen van de video afgelopen week. Maar ik wacht nog op dronebeelden van drone flights. Dus ik kan daar eventjes nu niet verder mee. Dus nu ga ik sushi eten en Casey's vlogs kijken. En dan hopen dat die vlog... droombeelden op tijd komen, zodat mijn vlog vandaag toch nog om 5 uur online kan. En actie! Kip in het water zetten. Lekker het bouillon van trekken. Als de bouillon getrokken is, dan neem je een paar bouillonblokjes. En dan doe je kippenbouillon daarbij warmen en dan laat je smelten. Ja. En je maakt de kipcrème. En dan ga je met de rokoen beginnen. Dus dit is dus echt een family affair dit. Ja, oké. Okay. Met z'n drieën maken, met 3 generaties maken nu de ragout van oma. Ja, dat die goed is. Ja, ze vindt het lekker. Nou. Yeah! Het is dinsdag en ik sta op de parkeerplaats van de dokter. Want ik heb zo'n afspraak bij de dokter omdat ik nog steeds aan het hoesten ben. Mijn stem is wel weer zo goed als terug. Maar... ik blijf gewoon hoesten. Ik heb heel de nacht weer gehoest. Echt met vies slijm. Dus echt niet fijn. En mijn medicijnen helpen niet. En over 12 dagen is de marathon. Dus ik dacht, misschien is het verstandig om ook gewoon in Nederland nog even naar de dokter te gaan. Ik heb vandaag een soort van spring cleaning bij mij thuis gehouden. Want het was echt een teringzooi. En ik kreeg ineens de lentekriebels. Dus nu is alles weer schoon. En spik en span thuis. En ook natuurlijk geblogd. En nu ben ik dus veel te vroeg bij de dokter. Want ik ben altijd veel te vroeg. Nou, dat is mooi. Ik heb een virale luchtweginfectie. Die kunnen gewoon 4-5 weken aanhouden. En de marathon is over 12 dagen. En ik heb net antibiotica voorgeschreven gekregen. Omdat hij niet dacht dat het anders weg zou gaan. Of dat het nog veel langer zou duren. En het is me afgeraden om de marathon te gaan lopen. Daar was ik eerlijk gezegd al bang voor. En ik voelde me ook wel een klein beetje... Ik voelde me al aankomen, want ja... Ik voel me ook echt niet top of zo. Dus ik voel me niet ziek, maar dat hoesten dat maakt je gewoon zo moe. En dus nou ja, geen Rotterdam marathon voor mij. Joy. Het is woensdagavond en ik lig al de hele dag ziek in bed. Want ik heb nu niet alleen meer dat hoesten. Ik heb ook griepverschijnselen. Dus echt alles van mijn kleine teen tot mijn vingertoppen doet pijn. En ik had eigenlijk een fotoshoot vanavond voor een cd. Die heb ik helaas af moeten zeggen. Super jammer. Want dat was eigenlijk wel de highlight van deze week. Dus ik ben benieuwd hoe deze vlog verder gaat worden. Maar ik heb wel echt het idee dat het in bed ligt. Dat ik er echt niet beter van word. Ik wil gewoon eruit. Maar ik voel me echt kloten. Oh. Ik zie er ook echt belabberd uit. Het is donderdagavond. Ik ben de hele dag in bed gelegen, maar ik voel me nu eindelijk iets beter. Dus ik dacht, ik ga even wandelen. Want ik ben na 2 dagen binnen en ben ik nog binnen zijn, maar een beetje zat. En ik heb wel vandaag nog een beetje kunnen werken, gelukkig, voor mijn blog. En ik heb een interview gedaan voor het AD over vloggen. Staat zaterdag in de krant, dus afgelopen weekend. En Marcia was ook geïnterviewd, dat is wel heel leuk. Morgen heb ik daar een foto shoot van. En verder heb ik ook nog een interview van Metro gedaan. Dat staat komende dinsdag, dus morgen, in de krant. Ik ga even hooikoorts en hardlopen. En nu loop ik eventjes naar Starbucks om frappuccino te halen. Got my frappuccino. Ik nam vroeger altijd de caramel frappuccino met slagroom. Maar tegenwoordig vind ik die te zoet. En neem ik gewoon de espresso frappuccino. Die is iets minder zoet. En ik denk dan ook dat ik een grotere kan nemen. Want er zit waarschijnlijk ook minder calorieën in.
Dus dan neem ik gewoon een grotere. Beter. Kijk, de zon gaat onder. Zo mooi. Snel naar huis, want straks wordt het echt koud. Ik loop in de stad. Ik loop nu naar de Hof 5, want ik heb een fotoshoot voor het AD. Voor het artikel over vloggen, wat ik gisteren al vertelde. Ik voel me echt een stuk beter vandaag. Ik heb alleen nog last van mijn keel. Niet van mijn keel, van mijn stem en van het hoesten en zo. Ja, even hoesten om te bewijzen dat ik echt daadwerkelijk moet hoesten. Ik heb koffie gehaald. En life is good again. Ja? Hoe zit mijn haar? Ja. Kijk, alleen een touwtje. Ja, zo. Ja. Dit is dus de fotograaf. We zijn nu bij de Hoefvijver. Deze met de foto. Ik had verwacht dat ik iets sneller zou gaan. Mijn modellen skills zijn vandaag niet on point. En mijn koffie is inmiddels op. Bla 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 bla. We zijn nog steeds bezig. Wow. Dat ziet er goed uit. Het is zaterdagavond 7:30 en ik heb de hele dag hier gelegen, want ik heb gisteren iets vroeg gejuicht, ben nog niet beter. Heb nu ook keelpijn voor het eerst in het griepje dat nu al, griepje, whatever, weet niet wat het is. Deze algehele malaise die nu al bijna 3 weken duurt. Dus keelpijn, dus ik ga nu ijs halen, want daar heb ik heel veel trek in. En het is een heel goed excuus, want ijs is goed voor je keel, toch? Afgelopen dinsdag had ik dus een spring cleaning. Weinig meer van te zien. Wat een teringzooi. Ik heb er geen andere woorden voor. Oké, ik heb mijn Ben & Jerry's, mijn favoriete smaak. Chocolate fudge brownie. En ik ben wat aan het zoeken op Netflix. Maar ik heb volgens mij heb ik Netflix uit. Want alle leuke dingen heb ik nu wel gezien, heb ik het idee. Maar misschien heb jij nog een tip voor mij. Wat ik moet zien op Netflix. Wat moet ik echt zien? Laat het weten in de comments. Want ik weet het nu gewoon echt niet meer. Het is zondagmiddag en ik ben aan het wandelen in de haven van Scheveningen. En ik voel me gelukkig alweer wat beter dan gisteren. Niet helemaal beter, maar van in bed liggen word je ook niet beter. Doe rustig aan vandaag. Niet zo druk als ik vrijdag meteen weer ging doen. Dus ik loop rustig met mijn Venti Frappuccino. En ik ga zo denk ik even naar het strand. Ik hoop dat ik dan ook weer een beetje op inspiratie kom. Want voor komende week heb ik ook nog helemaal geen blog ideeën. En dat maakt me een beetje zenuwachtig. Ik moet weer eventjes frisse wind, frisse inspiratie krijgen. Dus mocht je nog ideeën hebben voor leuke artikelen, drop them in de comments. Ideeën voor leuke video's zijn ook altijd welkom. En het is mooier trouwens. Ik wandel hier eigenlijk nooit. Maar ja, 1 keer heb je het ook wel gezien. I'm on the beach. En ik loop met blote voeten langs de branding. Alleen, geheimpje, ik ben dus echt ontzettend bang voor honden. Dus ik loop nu heel tijd om me heen te kijken of er nog een hond is. Over ongeveer 50 meter komt er een hond. Dus dan moet ik weer richting de duinen. Want die honden die lopen dus continu bij de branding. En die zijn zo vrolijk en wild en die springen tegen me op. Of ik heb het idee dat ze tegen me op willen springen. En dat idee is al genoeg om mij ontiegelijk zenuwachtig te maken. Dus ja, it's my story. Maar kijk nou. Dat is toch heerlijk? Het is zondagavond en tijd om de vlog weer af te sluiten. Het was allemaal iets minder enerverend deze week dan ik gehoopt had. Ik lag erg veel in bed. Sorry daarvoor.
Maar ik voel me nu wel weer echt een stuk beter. En ik ga ervan uit dat ik vanaf morgen gewoon echt beter ben. En voor komende week zijn er ook gewoon weer leuke dingen op het programma. Zoals een boekpresentatie in Breda. En een Nike event op donderdag. En nog een aantal andere dingetjes. Dus wordt vanaf volgende week weer echt leuk. Dus volgende week weer kijken. En nu ook bedankt voor het kijken. Bye!